Op zaterdag 25 maart 2017 zet toekomstig bezoekerscentrum Den Liemsen Hert aan de Brierweg 4 in Liemde opnieuw haar deuren open. Dan wordt hier van 9 tot 12 uur een open dag georganiseerd. De afgelopen weken is er weer veel veranderd. Zo zijn bijvoorbeeld in het gehele gebouw de vloeren gestort, zijn vrijwel alle binnenmuren gestucadoord en is een deel van de buitengevel opnieuw gemetseld. Het monumentale pand wordt verbouwd en gerestaureerd om vanaf oktober 2017 te functioneren als bezoekerscentrum. Tijdens de open dag is iedereen van harte welkom voor een rondleiding en informatie over de plannen. Ook potentiële huurders voor de kantoorruimte boven het voormalige woongedeelte van de boerderij zijn van harte welkom. Sinds de zomer van 2015 is er wekelijks een vaste club vrijwilligers een aantal dagen per week aan het werk in de boerderij. De boerderij wordt omgebouwd tot informatie- en vertrekpunt voor bezoekers die het Groene Woud in willen trekken. Maar bovenal ook om als ontmoetingscentrum voor Liemse inwoners te functioneren. Het wordt een warme, gezellige plek voor de hele gemeenschap. Om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om een kijkje te nemen, houdt Spil iedere laatste zaterdag van de maand een open dag.